Hey, super gaaf dat je kijkt naar ons YouTube kanaal vistekkie.nl. Mijn naam is Henry, mijn broertje Danny staat achter de camera. En de komende tijd gaan wij jullie meehelpen met het ontrafelen van de geheimen van viswater in Nederland. Elke week plaatsen we een toffe video op ons YouTube kanaal met daarin heel veel informatie. En het zou tof zijn als jullie een reactie achterlaten en je abonneren op ons YouTube kanaal, want dat motiveert ons enorm. Verder hebben we een website www.vistekkie.nl waar je aanvullende informatie kunt vinden. En ik zou zeggen, breng een bezoekje aan de website en tot die tijd, vang een bak. Hey, welkom bij visstekkie.nl. Vandaag gaan we lekker actief vissen met doodaas op snoek. En veel mensen denken dat actief vissen met doodaas op snoek een vrij passieve methode is. We gaan je iets andere methoden laten zien hier. Hoe je in een redelijke korte tijd aardig wat water kunt afvissen. Ik ben nu mijn hengel aan het optuigen. Ik draag gewoon mijn karperhengel in Century Armalite MK3, 2-3/4. Hengel met een soepele actie, maar toch met voldoende lengte om over het riet te drillen. Daar hebben we Emblem Black X 5000T erop, 3300 karper nylon gewoon. Ik vis toch niet ver uit de kant. Mijn montage is vrij simpel, ik heb een stuitje op de lijn, een kraaltje, een 15 gram dobber met een vaantje. Deze is wel essentieel voor het actief vis op snoek en je bereikt zoveel meer meter door lekker mee te laten driften met de wind. Ik heb niet zo'n grote aasvissen vandaag, dus ik doe de twee schuiflootjes op van 4 gram. Normaal gesproken, als je een makreeltje of haring eronder hangt, dan heb je aan. Lootje zit dicht. Heb je aan 4 gram zat voldoende. In dit geval doe ik er 2 op. Een andere erbij. Voor de mensen die niet zoveel op snoek vissen, we gebruiken gewoon kannenklare takeltjes bij de hengelsportzaakweg. Enkele dreg, enkele haak en dat is voldoende. Wat je dan straks krijgt is dat je aas op een natuurlijke manier achter je dobber aandrift. We monteren hem gewoon met een simpele bloedknoop. 6 wikkelingetjes doorhalen, nog een keer terug. Optie 3. Nou, als aas gebruiken we vandaag spiering, wat ik nog in de vriezer had. Enorme stinkende vis, niet al te groot, ik denk 1,15 cm in totaal. Enkele haak gaat door het neusgat, heb je een beetje stevigheid om te gooien. Nou, de dreg komt bij de rugvin en dan is je montage klaar. En deze montage stelt je in staat om in een redelijk korte tijd, ik denk het kanaal wat we nu bevissen ongeveer een 800 meter lang is. En de wind is gunstig, staat in de lengte over het kanaal. Ik denk dat als wij ons best doen, dan we een klein uurtje tijd bij de oevers hebben afgevist en we zeker wel een snoekje zijn tegengekomen. Nou, ik ga hem even inwerpen, ik ben zo bij jullie terug. Nou, we zijn ondertussen kleine 600 meter opgeschomen. We hebben hier een plekje langs het kanaal gevonden waar voor ons idee wat dieper is. En de dobbers wat hoger gezet. Visjes liggen nu op de bodem omdat we ook een voorntje weg zagen springen. Dus deze plek geven we weer even iets langere tijd. Ondertussen gaan we even kijken of we ons gevoel ons niet in de steek laten. En hebben we de dieper aan de hengel geknoopt. Dan gaan we een klein stukje verderop een beetje peilen om te kijken of ons vermoeden klopt en deze stek ook daadwerkelijk dieper is. Nou, we hebben de dieper aan onze hengel bevestigd. Heel simpel, kent kan er was doen.
We gooien hem in het water. Pak je telefoon erbij of je iPad. Deze Dieter Pro Plus die werkt op wifi, dus ik zou je ook met de iPad kunnen gebruiken. Nou, hij geeft hem al aan. Even wachten totdat er verbinding is. Nou, hij zegt dat hij verbonden is. Prima. Je opent de app. Zoals je kunt zien is er veel natte sneeuw, dus we zullen een beetje opschieten. Het scherm wordt lekker nat. Nou, hij is nog even aan het zoeken. Accu is 95%, dat geeft wel aan. En daar zien we de bodem. Nou, je kunt zien dat waar onze doppel ligt op dit moment. Ik zal het Monique even weghalen. Is het 1,90 meter diep. Watertemperatuur zal rond de 3 of 5 graden liggen op dit moment. En de dobber drijft nu 1,5 meter van onze dobber af. Of de dieper. En we zien zowaar een vissignaal op de bodem. Dus ons vermoeden klopt. We gaan nog even kijken of we hem kunnen vangen. Naar de brug in het centrum van Musselkanaal. Kijken of we daar nog wat resultaat kunnen halen. Het kanaal dat sneeuwde langzaam dicht. Dat begon allemaal ijsschotjes te komen of papsneeuw bovenin. Dat was niet echt goed meer te vissen. En gaan kijken of we hier nog wat onder de brug weg kunnen peuteren. Ik denk niet dat we heel erg succesvol gaan zijn vandaag, maar volgende week gaan we zeker proberen een visje te vangen. Dit is mijn broer die een brug vangt. Zo, nou, we zijn op het einde van deze visstrip. We willen jullie nog een belangrijke tip meegeven. Dat is als je statisch op snoek gaat vissen midden in een stad, dorp, langs kades, ergens waar dan ook. Zorg dat je een scherm erbij hebt met een voldoende lange steel. Dit is een rubber net. Beschadigt de vis absoluut niet. Voldoende groot, lange steel, zodat je ook vanaf de kaders kunt scheppen. En heel belangrijk, zorg dat je gewoon een degelijk onthakingsmat bij hebt met onthaakgereedschap. Lange tang, knippertjes zodat je haken die echt vastzitten door kunt knippen. Helaas hebben we niks gevangen vandaag. Het weer werkt er niet mee. Het scherm hebben we alleen gebruikt om onze dobber uit het water dan en wat vast staat aan de brug en daar even te strak gegooid. En hopen jullie bij het volgende filmpje weer te zien en dan gaan we nog harder ons best om een visje te vangen. Ik ga zo nog met de diepe wat gooien hier zo om het in kaart te brengen voor jullie en dan zien we jullie de volgende keer. Tot de tijd van de bak.